We zien er niet uit. Nou ja. Nou, dat valt wel mee. Ja. Ik vind je er prima uitzien. Nee, wij hebben vandaag ons kantoor opgeruimd. Moet ook gebeuren. En goede voornemens zo aan het eind van de zomer. Voordat ons drukke september, oktober, november, december seizoen weer begint. Ja. Ja, eigenlijk zijn we net alweer begonnen. Hè? Ja, dat is waar. We deels wel, begonnen. Deels niet. Ik ga nou weer 2 weken nog met vakantie. Maar oh ja, ik heb wel 2 mediations lopen. En die moeten dus even 2 weken wachten. Dat is niet anders. Maar waarom we dit vlog maken, terwijl we er niet helemaal uitzien zoals we er normaal heel representatief professioneel uitzien, is omdat opruimen soms enorm verhelderend kan zijn. En dan kun je opruimen in de fysieke zin bedoelen, zoals wij nu vandaag hebben gedaan. We hebben geloof ik al 3 dozen naar het oud papier gebracht. Maar ook opruimen in de meer metafysische zin. Metafysisch, wat betekent dat? Nou, wat ik eigenlijk probeer te zeggen is dat... ik denk dat ik het wel weet. Ja, okay. Ja, je wilt natuurlijk ook in je relatie hè, of in de verhouding met andere mensen zorgen dat het opgeruimd is. Ja. Zodat je daar niet allerlei struikelblokken hebt. En voor zover ze er zouden kunnen zijn, dat je ze op tijd identificeert en met elkaar bespreekt. Ja, precies. Meestal voel je in je onderbuik wel van, goh, het gaat al een tijd niet lekker. In je professionele relatie. Dus je hebt eigenlijk geen zin om naar de vakantie weer aan het werk te gaan. En dat is niet alleen omdat de vakantie zo fijn was. Maar ook omdat je er gewoon enorm tegenop ziet om weer met die collega's of in die samenwerking te stappen. En juist in die situaties kan mediation werken als een goede opruimbeurt. Ja, ja. Lekker schoonmaken. Ja. Opruimen. Moet. Ja. En dan hoeft het niet eens mediation te heten. Het kan ook coaching zijn. Ja, of dialoogbegeleiding. Ja. In ieder geval op een professionele manier zorgen dat alle oude rotzooi in jullie relatie, spoken uit het verleden misschien, lijken in de kast, dat alles weer wordt opgeruimd, opgehelderd en dat je weer gewoon in volle vaart vooruit kan of misschien iets anders gaat doen. Maar dat je in ieder geval niet blijft zitten met dat gevoel van rommel in de relatie. Nee, ja. Zo klopt dat. En wij zijn in ieder geval al heel erg opgelucht, want ons kantoor is lekker op orde. Ja. Ja, wij beginnen met een schone lijn. En ik hoop jullie ook. Precies.